start is gevallen. Startveld begint met een galoppade voor Prototype en ook een galoppade van Serene Promise. Andere paarden wel goed weg en de favoriet is het snelste, Sibley LB. Buitenzijde daarnaast. Galop nummer 9. Buitenzijde daarnaast is het Ebony Space, die gaat zo meteen inparkeren. Er is plek genoeg, want daarachter springt nu ook Ruud Pols een paard weg, de 1. En dat is Don Starlake. Loopt inmiddels weer, ligt nu aan de start van het veld. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Sibley LB vooraan, Ebony Space op plaats 2. Derde aan de buitenzijde en aan de opmars bezig is de nummer 7. En Joy Buitenzorg, de medefavoriet met André Bakker. Achter hem aan gaat nog een deelnemer mee naar voren. En dat is Stefan Schoonhoven met Eagle River. Passeer op dit moment bij de broer van Bremen, die ligt vijfde. En daarachter volgt Erik L. Petnik. Achter Erik L. Petnik aan de relingzijde is het John de Leeuw. De man die vandaag ook al een koers won. En hij ligt er nu in met Canizares Boko. En zo gaan de paarden de bocht door. Dirk Buitenzorg op dit moment op de voorlaatste plaats. En de paarden draaien de bocht door. Dus Dirk moet dus nog heel veel paarden voorbij. Waaronder de favoriet, want die ligt vooraan, Sibley LB. Sibley LB en Joy Buitenzorg. Uitgeschakeld nummer 2. Onregelmatig. Nummer 2, onregelmatig. Broer van Bremen lag midden in het peloton. Die gaat er nu uit, onregelmatig. En zo gaan de deelnemers voor de tribune langs. En hebben straks nog één volledige ronde af te leggen. Leiding in handen van Sibley LB. Sibley LB op de tweede plek. Enjoy Buitenzorg. Derde aan de buitenkant is Eagle River. De vierde plek aan de relingzijde Ebony Space. Daarachter Erik L. Petnik. En die heeft de uitgeschakelde broer van Bremen naast zich. Die gaat nu naar de buitenkant. Daarachter volgt Canizares Boko met aan de relingzijde dan Frans van der Blonk. Frans van der Blonk die de bocht doordraait met Viva Diamond en Dirk Buitenzorg nog altijd op de laatste plaats. Ligt een lengte of 8-9 tussen kop en staart van het veld. Dus Dirk zou het nog goed kunnen maken. Hij gaat nu weer een aanval beginnen. Dirk Buitenzorg gaat in de staart van het veld naar het derde spoor. Vooraan de druk op de leider. Sibley LB aan de binnenkant. Enjoy Buitenzorg. Maar daar komt Dirk aangevlogen. Dirk Buitenzorg aan de buitenzijde gaat door naar plaats 5. Ligt in het derde spoor. Zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Leiding inmiddels overgenomen door Enjoy Buitenzorg. Enjoy Buitenzorg. Sibley LB aan de binnenkant vecht weer terug. Daarachter Eagle River. En op de vierde plaats inmiddels al Dirk Buitenzorg. En zo zijn ze halverwege de laatste bocht. Enjoy Buitenzorg vooraan. Eagle River nu tweede. Sibley LB derde. Vierde Dirk Buitenzorg. En vijfde Canizares Boko. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. Aan de relingzijde in de mooie rode kleuren van Better Day is het André Bakker met Enjoy Buitenzorg. Daar komt Eagle River. Helemaal aan de buitenzijde komt nog Dirk Buitenzorg. Eagle River aan de buitenzijde gaat nu een neusje pakken. Pakt een hoofdje. Pakt een halsje. En Eagle River wint. Eagle River voor Enjoy Buitenzorg. Dan Canizares Boko. Sibley LB en vijfde, Usterk.